Maar Jay Heijboer, de snelste tijd voor Wout van Aert op dit moment. Jonas Vingegaard is ook al heel hard onderweg. Hoe krijgen jullie dat toch voor elkaar dat ze zo hard rijden? Ja, nou in ieder geval zijn ze natuurlijk nu nog steeds heel goed in orde. Dat hebben we ook de laatste etappes gezien. Dat we nog steeds behoorlijk fit en fris zijn. Ja, en dat uitzicht natuurlijk vandaag ook in zo'n tijd. Het zijn natuurlijk al fantastische tijdrijden, stuk voor stuk. En ja, hopelijk pakken we weer een overwinning mee. Maar ja, hard werk aan de tijdrit, dat doet iedereen. Maar ik denk ook dat het vooral te maken heeft dat we gewoon heel goed door deze derde week rollen. En nog echt heel goed zijn. Jij bent specialist op dat gebied. Kun je mij uitleggen wat het verschil is tussen frisse mannen, zoals bijvoorbeeld de Filippo Ganna en Stefan Koen, of een Jonas Vingegaard, klassementsrenner, die al de hele ronde eigenlijk op het scherpst van de snede rijdt? Ja, kijk, op het moment dat je natuurlijk elke kilometer, elke minuut van de koers scherp moet zijn, dat vergt heel veel concentratie en dat geeft ook vermoeidheid. Aan de andere kant zie je ook dat die jongens zo fysiek fit en goed zijn, dat Jonas ook gewoon op het laatst in al de etappes nog super sterk is. Dus het is een beetje een balans vinden tussen wel die mentale vermoeidheid, maar ook wel gewoon fysiek nog steeds fit zijn. En ja, je ziet nu ook weer, ik heb Wout gevolgd, dat hij super goed heeft ingedeeld. En echt nog op het laatste gedeelte, vanaf het laatste tussenpunt tot de finish, nog flink uitloopt op Ganna. Ja, dat is gewoon top voor hem. Leg dat eens uit, want die tijdrit is nu geweest. Hoe steekt zo'n plan in elkaar? Wat komt er bij kijken om zo'n goede tijd te realiseren? Nou ja, het begint natuurlijk met goede benen, maar tijdrit is heel goed voorbereid. We hebben hem meerdere keren verkend dit jaar. Grisha, Jonas, Primoz, ik ben hier al een paar dagen eerder om het nog een keer te kijken. Het parcours goed voorbereiden, sowieso zorgen dat alle routines die we normaal doen, dat die staan. En met de jongens een goed plan maken qua indeling. En nou, in ieder geval is het bij Wout goed gelukt. En ja, dat plan hebben we ook voor Jonas, dus hopelijk pakt dat goed uit. En is het dan ook zo dat je bijvoorbeeld onderweg op een computer data ziet waarbij je ziet van oké, nu een tandje hoger, nu een tandje lager. Leg dat eens uit voor de gewone mensen. Hoe werkt zoiets? Nou goed, we hebben vooral tussentijd als referentie. We hebben geen live data. Maar we weten natuurlijk wel de verschillende de toppers. En in dit geval is Ganna onze referentie. En ja, wat echt heel mooi uitpakt is dat we al afgesproken dat Wout tussen punt 2 en 3 eigenlijk zou proberen iets in te houden. Om daarna echt op die laatste 10 kilometer met die beklimmingen nog een verschil te maken. Ja, en dat zag je goed in de tussentijden. En ja, supermooi dat het zo uitpakt. Welk verschil hebben jullie uitgerekend voor jullie zelf tussen Vingegaard en Van Aert? Tussen Vingegaard, ja. Nou, een goede Jonas, die komt in de buurt van Wout. Dus dat is wel, hopelijk blijft hij in de buurt, dan is sowieso het geel binnen. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste voor vandaag. Maar al met al, als ik het goed begrijp, zou Wout normaal gesproken volgens de berekeningen deze tijd er moeten winnen? Normaal gesproken is Wout nog net iets beter, ja. Dankjewel. Blijf iedere dag op de hoogte van de Tour de France met de Wielerflits Update. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.